Maar alsof wat de Maas ons in de zomer presenteerde nog niet genoeg was, waren er ook elders in Nederland incidenten. Het werd zo even ook al genoemd. In Reewijk en bij Hattem is er wat gebeurd. We gaan om te beginnen kijken naar een veenkade in Reewijk bij de Tempelpolder. Die is afgeschoven. En we hebben de afgelopen week daar een mooie documentaire-achtige impressie van laten maken door Stefan Vlos. Die heeft daar echt heel erg zijn best op gedaan. We gaan eerst even een filmpje kijken van 3 minuten. En dus de ochtend dat ik hier kwam, zo rond 7 uur. Toen was de aannemer was al bezig met maatregelen. In de Limburgse situatie zie je natuurlijk ook dat burgers, hulpdiensten, derden ook als eerste gaan handelen omdat de nood zo hoog is. We zijn eigenlijk participant of liaison in zo'n calamiteitenorganisatie. Daar trainen we ook op. Dan zijn we vaak ondersteunend. Wat ik hier ervoer was eigenlijk van, ja, maar nou ben ik als Hooggenootschap van Rijnland, nu zijn we leidend. Want wij, het is ons probleem wat hier zich nu speelt. Ja. Was in die zin ook herkenbaar, omdat we ook eens per jaar ook met de veiligheidsregio ook een oefening doen. En nou ja, dat was geweldig, dat eigenlijk praktijk en theorie toch wel redelijk bij elkaar kwamen op zo'n moment. Ik denk dat ik er dat van meegenomen heb, inderdaad. Dus ik kan me niet herinneren, behoudens dan Wilnis, dat we dit ooit aan de hand gehad hebben. Dus het is voor mij als coördinator plaats incident is dit natuurlijk een geweldige ervaring. Waar wij als Rijnland breed tegenaan lopen is van ja, maar hoe snel moet je nu kunnen handelen in zo'n situatie die nu optreedt. Vandaar dat we dit ook heel goed gaan evalueren en ook gaan bezien hoe we onze calamiteitenorganisatie in zo'n geval moeten inrichten. We hebben hier echt te maken met Plan, Do, Check, Act. Van ja, wat leren wij hier vanuit de calamiteitenorganisatie? Wat leren wij hier nu van? En hoe snel kunnen we de volgende keer, mocht dit ooit nog een keer voorkomen, kunnen we handelen? Dus dit leidt gewoon weer tot een aanpassing van ons handboeken calamiteit. Het gebied verwacht inderdaad dat je hier binnen 10 minuten zou staan. En dat is ook helemaal logisch, want andere hulpdiensten die staan uiteraard ook met hun handen in het haar. Van ja, hoe moet je dit nu ter plekke gaan oplossen? Dat is zeg maar, op zo'n eerste moment is dat heel lastig te organiseren. En dat we hier te maken gehad hebben met een aannemer die alvast aan de slag wilde. Daar moet je ook maar het draagvlak voor krijgen bij de betreffende hulpdiensten. Nou, de man die we net in de film zagen, de coördinator plaatsincident, die is hier ook ter plekke. Paul, kom verder. Ja, dat is inderdaad, je zei het in het filmpje eigenlijk al, hè, dat is best een bijzondere gebeurtenis voor jou geweest. Ja, nee, absoluut. Ik ben in het dagelijks leven gewoon technisch manager bij het Hooggenootschap van Rijnland. Eens in de 6 weken heb ik dienst als coördinator plaatsincident. Dus als onderdeel van de calamiteitenorganisatie. En in die rol ben je eigenlijk in het geval van een calamiteit, ben je daar eigenlijk als eerste bij aanwezig in het veld. Ja, ja. Hoe laat is het eigenlijk gebeurd? Weten jullie dat? Nou, wij weten in ieder geval dat zo rond 5:30 in de morgen is zeg maar ons klantcontactteam benaderd dat er sprake was van een dijkdoorbraak. Dan heb je te maken met de coördinator meldpunt incident die boodschap weegt en vervolgens gaat uitzetten in de organisatie. Ja. En dat is ook gebeurd. Dus dan komt het in eerste instantie bij de wachtdienst watersysteem.
Ja. En de Wachtdienst Watersystemen, dat zijn de beheerders van het gebied. Ja. De gemalen kijken enzovoort. En die zijn echt, die hebben zeg, vanuit dat eerste signaal zijn ze rond 6:15 waren ze ter plekke en zijn gaan handelen in de zin van het gemaal opstarten. Ja, en waren zij als eerste daar of hoe gaat dat? Nou nee, ze waren zeker niet als eerste, oh. Want je moet het inderdaad wel zo zien. Het is geconstateerd en ja, die boeren zien daar hun polder onderlopen. Die denken van, hoe gaan we dit nu oplossen? En je ziet ook, als het gaat om de beeldvorming, dat wordt inderdaad dus een 112 meldingen. Dus dat betekent ook dat de hulpdiensten die daarop ingericht zijn, ook binnen een minuut of 6-7 ook ter plekke zijn. En ja, zoals ik in het filmpje al aangaf, die staan op zo'n moment ook met de handen in het haar. Als het een brand is, ja, dan ga je blussen. Maar in dit geval een overstroming en er moet een gat gedicht worden in de dijk. Ja, daar ben je als hulpdienst niet direct op ingericht. En dan ga je dus inderdaad ook het mechanisme krijgen. Dat ja, wie ga je bellen? Het Hoogheemraadschap. En die heeft een andere vorm van serviceverlening in de zin van, ja, hoe snel zijn wij aanwezig bij een calamiteit? Ja. En vandaar ook dat ik ook aangaf dat er op zo'n moment dus ook bij de streek een verwachting ontstaat. Dat je als Hoogheemraadschap, als waterschap ook ja, direct kunt handelen. Nou, dat is ook zo, maar niet binnen die 7 minuten. Nee, maar dat is ook niet wat in jullie protocol staat, neem ik aan. Dat staat niet in onze protocollen. Maar dat verklaart dan wel, en daarmee trok ik dus ook het vergelijk met Limburg, dat je dus ook ziet dat burgers en buitenlui, of de plaatselijke aannemer, dat die dus ook aan de slag gaat. Ja, want in het voorgesprek vertelde hij me daar ook iets leuks over, dat de politie staat daar al. Dan komt er een gast langs gefietst. Kun je dat nog eens vertellen? Ja, dat inderdaad. Wat speelt, hè? Je moet zien, dit is dus een grip 1 situatie. Hè? Een grip 1 situatie betekent dat alle hulpdiensten dus ook gecoördineerd aan de slag gaan. Hè? Geneeskundige dienst is er, brandweer is er en politie. He, dus op zo'n moment was ook een van de eerste acties was, we gaan het rampgebied gaan we afsluiten. In een situatie dat Rijnland er fysiek nog niet was. He. Dat was allemaal zo rond 6:00. Overigens was ik er 7:00. Ja. En de eerste persoon van de eerste collega van jou, die is daar 6:15 ja. Geweest. He. Maar ja, die is niet helemaal herkenbaar, die is zijn ding aan het doen op dat moment. Hè. Maar iemand die daar moet ook gaan coördineren, in dit geval ik dus, ja. Herkenbaar, die was daar rond 7:00. Ja. Maar wat ik in het verhaal probeerde te vertellen was inderdaad, die aannemer was gevestigd in het rampgebied. Bedacht zichzelf, ja, wij kunnen vast beginnen met het maken van dammetjes. We kunnen de bres kunnen we gaan inblokken. En ja, die moest daar natuurlijk wel de hulpdiensten van overtuigen. Van ja, ik kan hier wat betekenen. En ik wil niet zeggen dat vertraging opgeleverd heeft. Maar dat geeft wel aan dat er dus... zo'n initiatief is niet zo 1, 2, 3 gestart. Je moet eigenlijk improviseren op dat moment, toch? En wat handig zou zijn is, als wij daar op dat moment al hadden kunnen coördineren, dan was dat natuurlijk opgelost. Anderzijds hadden wij, als het gaat om het inzetten van aannemers, hadden wij uiteraard ook wel vanuit onze waakvlamovereenkomst, hadden wij uiteraard wel op redelijk korte termijn, zouden wij dan wel materieel aanwezig hebben. Ja. Ja, want je vertelde ook van, nou uiteindelijk het was een persoon met een firma met allerlei graafmachines en dergelijke. Ja, en wij hebben inderdaad, we hebben bij het incident hebben we als het ware toch wel het geluk gehad. Het is een grondstoffenleverancier aan de boomsierteelt in Boskoop. Ja, Humusrijke grond is dat, maar toevallig ook een depot met goede klei. En ja, vanuit die goede klei die dijkenklei zijn zeg maar de eerste dammetjes gemaakt om in ieder geval dus ook de toevoer te stelpen. Ja. Zoals ik al zei, het was voor de hulpdiensten was het een grip 1 situatie.
voor mij gold, ja, wat, dit is een, na het beoordelen van de situatie, was mijn conclusie wel van ja, ik moet dit intern, moet ik dit dus echt wel goed, moet ik dit echt wel opschalen. Ik heb echt behoefte aan, aan backup. En dan komen wij dus in een fase 2 situatie, waarin een team gaat werken aan maatregelen, aan scenario's. En waarbij zeg maar, de operationeel leider op kantoor dan ook leiding gaat geven aan het, aan, het, aan het geheel. En hoe laat is het dan ongeveer? Nou ja, het, zeg maar, het feit dat het een fase 2 situatie werd. Overigens ben ik zo rond 6:30 geïnformeerd. Ja, okay. Ik had toen wel gelijk de gedachte van, nou, dit wordt gelijk fase 2. Ik kijk altijd even op 112 meldingen van wat voor hulpdiensten er naartoe gegaan zijn. En nou, toen zag ik al grip 1. Dus toen wist ik eigenlijk al van, ik moet intern moet ik sowieso opschalen naar, naar fase 2. En nou ja, iedereen zit thuis in geval van corona. Dus de coördinator maatregelen, de coördinator scenario's, de woordvoering overigens ook. Die zijn allemaal die ochtend naar kantoor gegaan. En die zijn zeg maar 9:00, 9:30 waren die operationeel. Maar ja, toen stond de NOS stond er al. SBS was er al. RTL was er al. Dus daar speelde wel van. Hoe ga ik de woordvoering, hoe ga ik die nu optuigen? En daar zie je het grote voordeel van die commandopost plaats incident die op dat moment in zo'n grip 1 situatie is ingericht. Want dan wordt de woordvoering gaat ook via die veiligheidsregio. En nou, naast het coördineren dan van de acties in het veld, kun je dus met de bevelvoerder, met de woordvoerder van het team, ja, kun je komen tot een goede boodschap aan de pers. Dus in die zin, ik wil niet zeggen dat je direct het probleem wilt bagatelliseren of wilt nuanceren, maar wat we in ieder geval weg konden nemen was, er is geen sprake van een situatie à la Limburg, er is geen levensbedreigende situatie, er is geen sprake van water in de woningen, geen water op de vloer. En we konden in ieder geval aangeven dat zeg maar de eerste stappen bij het oplossen van de doorbraak, dat die gezet waren. Ja. Nou, dus het fijne was in ieder geval dat ik in ieder geval ook vanuit mijn eigen organisatie, vanuit de wachtdiensten, watersystemen, en kaderbeheer, dat die mensen actief waren in het veld, dat die mij konden adviseren, dat die ook konden vertellen van, Paul, zorg dat hier ook dijkinspecteurs komen, want we moeten heel die polder moeten we bekijken. Dus ik kon die eerste acties kon ik direct uitzetten, terwijl op de achtergrond gewerkt werd aan die maatregelen, aan die scenario's. Ik heb hier vanochtend de presentatie gezien van Tigron. En het leuke, wat ik in ieder geval kan vertellen, is dat op de achtergrond, als onderdeel van die scenario's ook, dat programma Tigron, dat het gedraaid is. En dat daar ook, dat die overeenkwam later met de werkelijkheid zoals die was. Hè. Dus er was op kantoor was al duidelijk van, nou ja, we hebben hier te maken met een dijkdoorbraak. Gelukkig is het een polder, de Reewijkse polder, en loopt niet de boezem leeg. En konden we eigenlijk al binnen een uur, wisten we eigenlijk al, van ja, wij kunnen deze wateroverlast, kunnen we met de bestaande pompcapaciteit die we hebben staan, kunnen we die voorblijven. Ja, ja. Ja, ja. Ja, je van tevoren met je crisisorganisatie bereid je zo goed mogelijk voor. Hè? Je hebt protocollen, alles uitgeschreven zo. Jullie hebben ook gehandeld binnen de randvoorwaarden, ja, van je eigen plan. Hè? Ja. Dus het is niet, je was erop binnen de gestelde, ja, normen, ja, qua tijd, ja, en dat soort dingen. Ja. En toch word je geconfronteerd met nieuwe, ja, met dingen die je niet helemaal kunt. Ik bedoel, sommige zijn heel gelukkig, hè? Zoals dat die aannemer al aan de slag wil gaan. En dat die de politie ook nog weet te overtuigen. Ja, ga jij dat dan maar doen? Ga maar vast. In een tijdsbestek van een kwartier, half uur is dit. Hè? Ja. Ja. Nee, maar we hebben te maken met beeldvorming. Ik bedoel, we doen dit volgens onze protocollen. En we hebben daar binnen gehandeld. Ja. Maar je ziet in dit soort gevallen, daar waar sprake is van ook economische schade in zo'n gebied,
het handelskader van de hulpdienst niet helemaal duidelijk is, ja, dan is er gewoon behoefte aan het waterschap zelf. Ja. En ja, misschien moeten we wat aan doen aan die beeldvorming. Misschien moeten we, misschien komt in de evaluatie aan de orde van, ja, misschien moeten we in dit soort gevallen toch sneller aanwezig zijn. Nou, dat betekent dat je wat moet doen aan je calamiteitenorganisatie. Ja. Of misschien is de conclusie wel, het is goed gegaan en we accepteren dit. Je kunt nooit helemaal doorberedeneren, van tevoren helemaal uitredeneren natuurlijk hoe het zal gaan. Er zijn altijd lokale aspecten die je niet helemaal kunt voorspellen van tevoren. Zoals bijvoorbeeld zo'n aanleiding. Nee, absoluut. Dit was overigens ook een geluk bij een ongeluk. Je kan je voorstellen dat op een andere plek binnen Rijnland, ik noem maar wat, de Haarlemmermeer, dat het daar heel anders gegaan was. Ja. Heel anders gegaan was. En dat je daar langer bezig was om grond aan te voeren. Oké. Nou, ik wil zo meteen nog heel even met iemand anders kijken naar welk vervolg zal er gaan komen. Maar kijk eerst even naar onze chatmaster. Dat was eigenlijk ook de vraag. De oorzaak, hoe kan dit? Daar gaan we het over hebben. Ja. Dat wil zeggen hoe we dat gaan uitdokteren. Ja. Want, ja. Zijn er nog... Ja, ik zie achter in de zaal een vraag. De vraag, we zitten al een tijdje naar mooie beelden te kijken. Ja. Ja. Hoeveel uur na het moment van bezwijken zijn deze beelden geschoten? Goh, ik denk dat dit, als ik kijk naar de hoeveelheid bagger die daar ligt, dat de kraan staat daar nog. Nee, dat is dezelfde dag geweest, dat is ergens in de middag. Ja. Dit is in een tijdsbestek van zeg maar 12 tot 24 ja. uur, is dit het resultaat van het leeglopen van je boezem? Ja. Dit beeld trof ik overigens ook die ochtend ook gelijk aan. Hè? Alleen iets meer water in de polder, uiteraard, ja. Uiteraard nog. Maar het voordeel van deze hier was dat het geen doorgaande waterloop was. Dat die was voor afvoer naar een gemaal of iets dergelijks. We konden hem ook inblokken. En dat is op dit moment ook ons voordeel. Dat we nu ook gewoon kunnen de situatie ook goed kunnen onderzoeken en beoordelen. Wat nou uiteindelijk de oorzaak geweest is. Oké, nou Paul, voor dit moment wil ik je dan bedanken. Ik weet in ieder geval zeker dat als jij later je memoires gaat schrijven, dat dit een stevig hoofdstuk in dat boekwerk zal zijn. Ja. Goed zo. Ik zou zeggen, neem weer plaats. Nou, als we het nog heel even wachten, want ik wil nog heel even hebben, en daar wou ik Henk van Hemert voor uitnodigen. Dus dank je wel. Er werden al gezegd van hoe nu verder, hoe kon dit en wat gaan we nou doen? En Henk, jij bent betrokken vanuit STOA, hè? Ja. Maar goed, je bent betrokken vanuit STOA met het vervolgonderzoek wat we gaan optuigen. Hè? Want het is nog te vroeg om al resultaten te gaan vertellen. Maar heb jij ook een klein beetje een knoop in je buik van, hey, hoe kon dit gebeuren? Konden we dit van tevoren niet zien aankomen met inspecteurs of weet ik veel wat? Ja, zeker. Ja, het zijn een paar belangrijke aandachtspunten, denk ik, die dit oplevert. Misschien vooral eerst goed om te duiden. Het is natuurlijk heel tragisch zo'n gebeurtenis, maar het is ook ontzettend interessant en dat we er graag wat van willen leren. En het onderzoek naar de oorzaak, dat wordt gedaan door Rijnland. Maar STOA en Rijkswaterstaat kijken samen mee bij dat onderzoek. Om vooral te kijken, kunnen we er landelijk wat van leren? En dat zit dan natuurlijk aan de ene kant, dit was stabiliteitsverlies. Dus dan kijken we, kunnen we onze modellen checken of die goed passen bij wat hier is gebeurd. Hoe we omgaan met onzekerheden, maar ook of we wel terecht rekening houden met een aantal zekerheden, want dat is ook altijd spannend. Maar hè, wat jij eigenlijk vraagt ook, ik vind dit geeft ook heel nadrukkelijk een paar aandachtspunten voor het gedachtegoed rondom bewezen sterkte. En het toont wat mij betreft ook weer aan het belang van goede monitoring en goede inspectie van dijken. Ja, want stel ervoor dat je met satellietbeelden of zo dingen in de gaten, dan zou je dat misschien hebben kunnen zien gebeuren. Ja, nou ja, dat is een van de dingen waar we naar willen gaan kijken. Had je dit van tevoren kunnen zien aankomen? En nou ja, we willen met een aantal satelliettechnieken kijken wat we konden zien gebeuren, voorafgaand aan de afschuiving. En, maar dat moeten we dus nog wel doen. Ja, dat moeten we nog doen. Maar dat is wel heel belangrijk. Want als ik ja, ga door. Nou ja, we noemden al bewezen sterkte. Ja, en dat is natuurlijk toch vaak, wordt vaak gezien als een soort wondermiddel om dijken goed te keuren. En in zekere zin kun je zeggen dat deze dijk bewees sterk te zijn tot een paar uur voordat hij doorbrak. En vervolgens brak hij toch door. En er was, voor zover ik nu weet, geen sprake van een hele hoge waterstand. Het was niet extreem droog. Dus je kunt zeggen, qua belasting was er niet zo heel veel spannend aan de hand. En dan moet het dus aan de sterkte hebben gelegen.
En die moet dan dus klaarblijkelijk zijn afgenomen. En sterkte is ook geen constante eigenschap van een dijk. En dat betekent dat die sterkte moet je wel in de gaten houden. Dus op het moment dat je met bewezen sterkte wat ze willen doen of meer generiek is, het is heel belangrijk dat je weet aan welke kenmerken ontleent je dijk nou zijn sterkte. En hoe kwetsbaar is die voor aantasting daarvan. En monitor ook die aantastingen, die kenmerken heel erg. En zie hoeveel die aantasting doet. Want alleen maar bewezen sterkte en dan denk ik, kijk over 6 jaar wel weer, dat bewijst toch maar dat niet kan. Sterkte is geen constante eigenschap. Dat blijkbaar maar, niet, nee. Nee, dat wil ik benadrukken. Ja. Nou, interessant. Ik kijk even naar onze chatmaster of er nog vragen hierover zijn. Op dit moment niet. Kan altijd nog komen. Maar ja, we staan dus ook weer. We zijn nu, of Rijnland moet ik dan, want die heeft daar in de lead, is nu het onderzoek aan het optuigen. Hè? Het is nog in de voorbereidende fase. Ja. Maar als je ziet wat destijds, wat is het, 15 jaar geleden of zo, Wilnis allemaal aan onderzoek en dingen heeft losgemaakt. Nou, dan kunnen we wat dat betreft onze borst wel nat maken. Want dit gaat natuurlijk wel heel veel nieuwe informatie opleveren. En we kunnen alleen maar blij zijn dat het in ieder geval in een gebied is geweest waar het met de schade relatief nog meeviel. Er waren in ieder geval geen huizen die onder water kwamen te staan. Ja, zo. Oké, dan sluiten we hiermee. Ik kijk nog met één blik naar de chatmaster. Sluiten we hiermee een stukje Reewijk af. Want ik